Ik ben Bernard van Andere Wijn en dit is onze Cassarelli Recazzatelli Zwane 2018. Dit is een heel bijzondere wijn. Hij komt uit Georgië. Hij is gemaakt van witte druiven, maar die zijn gefermenteerd en gerijpt in een kwevri. En een kwevri, dat is een hele grote aardewerk amfoor die de Georgiërs ingraven in de kelder van hun wijnhuis, zodat die koel blijft. De druiven gaan er iets gekneusd in en blijven er 6 maanden in zitten. Deze is gemaakt door het wijnhuis Cassarelli en 2018 is pas hun 3e oogstjaar. Desalniettemin zijn in binnen- en buitenland vriend en vijand het erover eens dat de mannen van Cassarelli kwevri wijnen maken die tot de beste van het land horen. En dat is geen toeval. Het zijn 5 medische specialisten achter dit wijnhuis en die gaan heel grondig te werk. Hun Recazzatelli Zwane is vrij stevig. Het is een heel schone, loepzuivere wijn. Wel eentje voor the acquired taste, zoals de Engelsen zeggen. Oftewel, als je nog nooit een oranje wijn hebt geproefd, begin hier dan niet mee. Maar heb je het wel geproefd en houd je ervan, neem dan zeker deze fles. Echt een van de beste in zijn soort. Hij smaakt naar hazelnoot, het frisse van sinaasappelschil. Je kunt geconfijt fruit herkennen, kweepeer. Hij is iets tannineus in de afdronk, zoals dat hoort bij dit type wijnen. En je moet er ook een beetje vettig bij eten. En dat kan een gegrild varkentje zijn. Het kan gevogelte zijn, maar het kan ook heel goed een vegetarisch gerecht zijn. Als het maar een beetje vettig is, bijvoorbeeld met kaas of... zoals de Georgiërs zelf doen, met walnotenpasta erin. De Cassarelli Recazzatelli Zwane 2018. Heel bijzondere wijn.